Dan komt 17 maart steeds dichterbij. Ja, de datum van de verkiezingen natuurlijk. Dan gaan we met z'n allen naar de stembus. Er is al van alles geregeld om het allemaal makkelijker te maken in deze coronatijd. Mensen boven de 70 die kunnen per post stemmen. En sommige stembureaus die gaan vast een paar dagen langer open om de drukte een beetje te spreiden. Maar er moet nog behoorlijk wat geregeld worden. En misschien nog wel belangrijker, een deel van de kiezers zou uit angst voor besmetting helemaal niet gaan stemmen. Daarom gaan er nu steeds meer stemmen op om de verkiezingen uit te stellen. Een aantal burgemeesters deed daarvoor een oproep aan de regering. Maar uitstellen gaat gewoon niet meer lukken. Dat zei de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vanochtend tegen BNR. Ze zeggen dat het daarvoor al te veel in gang is gezet. Bent u daar eigenlijk voorstander van om het wel uit te stellen, de verkiezingen? Op zich gaan de burgemeesters daar niet over. Maar we horen wel burgemeesters die dat doen. Ja, er zijn burgemeesters. Maar ik heb de indruk dat qua voorbereidingen dat we het aankunnen. Ik bedoel, extra stembureaus die al op maandag en dinsdag open zijn. Het feit dat de 70ers, 70-plussers, dat die per brief gaan stemmen. En dat is overigens in een dorp als Voorschoten. Nederland is natuurlijk aan het vergrijzen. Dat is bijna een kwart van de kiezers. Dus als bijna een kwart van de kiezers inderdaad per post stemt. En als die anderen voor een deel ook op maandag en dinsdag komen. We hebben sommige stembureaus dubbel uitgevoerd. Dus in één gebouw twee stembureaus, dan zou het moeten lukken. En die rode potloden, daar is ook iets over te doen. En normaal aan zo'n touwtje, en dan kun je hem allemaal gebruiken. Krijgen ze mee bij u? Of hoe gaat u het doen? Het touwtje dat ze het niet mogen meepikken, dat hebben we niet. Nee, dat wordt tegen mensen juist wel meenemen. Meenemen, en de volgende krijgt weer een nieuw rood potloodje. Gelijk met stembiljet. En dat is allemaal besteld en geregeld. Dus ik heb me echt zorgen gemaakt over. Ook over de bezetting van de stembureaus. Mm. Er was een tijd dat we dachten, ja, veel stembureauleden zijn oud. Die durven of willen misschien niet. Krijgen we genoeg mensen? Maar wij hebben de laatste weken zoveel aanmeldingen gekregen in Voorschoten. En dat hoor ik ook van andere gemeenten. Okay. Dat mede door de landelijke campagne, dat heeft ons echt geholpen. Dat we voldoende stembureauleden hebben. En voldoende reserves als mensen zouden uitvallen. Dus ik denk dat we het aankunnen. Het is een waardeloze klus voor gemeenten. Mm-hmm. Maar we gaan het gewoon goed regelen. Fijn om te horen dat gemeenten het aankunnen. Maar meneer Aartsen, we horen Lisette wel zeggen, ja, toch is er wel de angst dat er mensen toch thuis blijven, omdat ze tegen die tijd denken, ja, dan sta ik hutje mutje, misschien niet, hè, maar die angst bestaat, bij een stembureau. Zouden we meer kunnen doen nog dan dit, of moeten we hiermee dealen? Nou, ik hoop dat mensen vooral het vertrouwen hebben dat er al heel veel gebeurt. Hè. Er zijn extra stembureaus, meer ruimte om te stemmen. Je kunt natuurlijk gewoon op 1,5 meter afstand blijven lopen. Hopen dat het goed weer is, dat dan ook mensen buiten kunnen staan. Maar als zijn er een rij extra ontstaat. Middelen in een gereedschapskist om maar met Hugo de Jonge te Nou ja, er is natuurlijk het aanbod gedaan aan gemeentes, jongens. De provincie, de Rijksoverheid, de evenementensector is bereid om mee te denken om wat extra stembureaus nog in te richten. Hmm. En als het straks echt een probleem zijn, dan kun je ook heel snel nog wat extra stembureaus inrichten. Maar het is wel echt belangrijk dat die verkiezingen doorgaan, want democratie is niet vanzelfsprekend en dat is wel een belangrijke mijlpaal, ook in crisissen zoals deze. Ook in een pandemie.